Nou, ze zoeken overal een podium. Vind je dat leuk bij het vuurtje zitten? Hoe iedereen doet schaatsen. Zie. Dat is een ski dan. Ben ik bij de kaart aan het kijken. We zijn hier een leuk spelletje aan het spelen. Gaan we ook een keertje heen, hè, naar Oostenrijk. Waar zijn we nou dan? Goed hoor. Oh, vind je dat ook zo leuk hier? Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. Ik ga naar het YouTube-kantoor aan de Herengracht in Amsterdam. Ik mis mijn lieve Farah en kinderen nu al. Maar ik ga daarheen om met de YouTube-engineers te lunchen. Farah gaat gezellig met Luan en Lucilla. Met de Luan-camera en de GoPro. De Kidsweek vloggen. Luan heeft zijn vierde skiles. Ja, vandaag mijn vierde skiles. En ik neem jullie dus in HD mee naar Amsterdam YouTube-office. Doei doei. Dan sta ik lieve jongen. Papa love you. Nou, papa is ready to go. Miss you, love you. Nou, en dan zit ik dan op de Den Haagse tramhalte. Te wachten op tram nummer 4. Naar Den Haag Centraal Station. En dan moet ik de Intercity trein nemen naar Amsterdam Centraal Station. En dan weer met de tram van Amsterdam Centraal Station naar de YouTube office aan de Herengracht. Yes, hier zit ik dan in de tram naar Den Haag Centraal. Daphne die meereist. Goedemorgen Daphne. Goedemorgen. Help mij wegwijs maken. Dus, Roger, ik ben er. Let's go naar het YouTube kantoor aan de Herengracht. Nou, hier ben ik aangekomen bij Amsterdam Centraal. Nu dan belde net nog met Farah en Lucilla om een succes te wensen. Hun gaan nu lekker skiën, dus die GoPro beelden en Luan camera beelden zie je nu. Nou Lu, daar zijn we weer hè. Hé, hey, een beetje zin in? Ja. Ja, schoenen weer aan doen. Kijk, ik heb er maar één. Dicht. Sok, waar is je sok? Sok naar boven. Gaat hij weer nu? Zit hij goed? Ja? Zwaar? Yes, we gaan naar binnen, kom maar! Nou, we zijn weer in de sneeuw. We gaan eens even kijken of Luan er weer klaar voor is. Lu, gaat hij goed jongen? Goed hoor, kan je helemaal zelf. Goed zo. Veel plezier, Lu. Ja. Veel plezier hè. Doei. Nou, Lucilla die doet weer haar slaapje hier. Ze is lekker ingepakt, kijk. En Luan die staat weer boven aan de helling. En ze gaan vandaag weer een heel mooi parcours doen. Kijk, ze hebben hier weer wat van alles neergezet. Luan is daar ergens. Dan gaan we eens kijken. Dit is vandaag les 4. Eens kijken wat hij vandaag weer allemaal gaan leren. Kijk, dit is een mooi parcoursje. Moeten ze dan weer naar beneden. Daar is Luan. Wil je zo meteen met de GoPro? Ja. Goeie bochtjes maken, hè? Bochtjes maken, hè? Moet je niet zo op de GoPro letten, maar gewoon bochtjes maken. Goed? Hoe is het met mijn jongen? Hoe gaat hij? Eén keer. Wil je nog een keer? Eén keer. Eén keertje? Eén keer en dan ga ik naar het camp toe. En dan mag ik een ijs eten. Ben je dan een beetje moe?
Je hebt het wel heel goed gedaan hoor. Nee. Oh, ben je niet moe? Nee. Nou, gaan we nog een keertje dan. Dag! Ben je moe geworden? Je doet het wel heel goed, Oluwa. Nee, ik ben helemaal niet moe. Ben je niet moe? Oh, goed zo. Gaat wel goed, hè? Ja. Je vrouw trots op jou, mama en papa ook, hè? Lucilla ook. Ja. En is papa nu thuis? Nee, papa is nog in Amsterdam. Kom straks. Nee, dan nog even wachten. Dan gaan we eerst nog even gezellig in de camper zijn. Ja? Het is erop. Klaar. Goed gedaan hoor. Goed gedaan jongen. Dan was het nog voor jou hè. Lucilla die doet nog steeds hier haar slaapje. Nou, hier loop ik dan. Het is Good Morning Amsterdam Centrum. Maar je ziet me hier staan. Ik sta weer op. Daar is de Bijenkorf. En de Dam. En Luan, kijk eens. Amsterdam Centrum heeft ook kermis. En ik ben er bijna. Ik kom nu langs het kantoor van ons mediabedrijf Onleen. Maar die zullen ook nog wel niet aanwezig zijn zo vroeg. Dus ik ben er bijna. En daar ben ik dan aangekomen aan de Herengracht. Nou, het nummer zoeken. Herengracht, wat ben je toch prachtig. Herengracht nummer 320. Je moet nog wakker worden. Ik sta bij de deur. En hij is aan YouTube. Hey, kijk, YouTube. Goedemorgen man. Ik ben Daniel. Hallo, ik ben Daan. Hey Daan, hallo. Aangenaam. Aangenaam. Engineer staff, middle pass Maria. She's gonna hand out the NDAs, which is a very simple sort of non-disclosure agreement. And just write down like YouTube, I love you because, and like one thing that you really like. Nou, de part 1 brainstorm sessie zit erop. We gaan nu even lunchen. Het was echt heel erg gaaf. Heel veel toffe dingen besproken. Dus ik geef een hapje eten. Nou, ik heb Farah net gebeld. Ik blijf ook nog voor de 3-uur sessie, want dan gaan ze het hebben over de 365 graden event. Wat we voor de vlogs goed kunnen gebruiken. Net nog hier even een leuke sharing box. Ja, hè? 3, 2, 1. Love YouTube! Nou, we zijn weer lekker terug in de camper. We hebben net even lekkere worstjes gegeten. En Lucilla die is hier lekker een tekeningetje aan het maken, Lucilla. Mooi hoor. En Luan, jongens, dat kan ook niet anders. Die is weer bezig met de muziekjes. Ben lekker aan het zingen, jongen. Hij ging goed het skiën, hè? Ja. Hey, echt supergoed, man. Ik ga een liedje aan doen. Ga je optreden? Nou, onze Luan is hier weer lekker aan het dansen, zoals je hoort. Mam, die moet hier. Nou, Daniel die is dus naar Amsterdam toe, omdat hij daar een YouTube meeting had. En ik ben hier met de kinderen gebleven, want Luan had vanochtend natuurlijk zijn skiles. En het regent heel hard buiten, je kunt het niet goed zien, maar ja. Oh, heb je een mooi bandje gevonden. Wauw, die is mooi. Mama. Nou, ondertussen is Luan lekker met de discomuziek bezig. En ik ben hier met Lucilla aan het tekenen. En daar op de koelkast liggen al die anderen ook al die hier hebben gemaakt. Kijk, al die tekeningetjes hebben ze al gemaakt. Die heb jij gemaakt, hè? Met de bruin, met de konijn. Mooi hoor. En Luutje? Nou, de kids hebben een hutje gebouwd in de camper. Kijk. Hallo, zitten jullie in een hutje? Dat is leuk. Een tent bouwen, oké. Doeg. Nou, even kijk eens. Wie zit hier naast me? Hallo. Met Jonathan. Ja, we zitten hier gezellig. We hebben pauze gehad. Even ons YouTube-kanaal statistiekjes samengesproken. En we gaan zo weer reality bijwonen. Virtual reality. 360 graden vlogs. Kijken of dat voor de Bellingham's leuk wordt. Ik heb er zin in. Kijk, en dat is dan het resultaat. Who do we have in the room? Creators, musicians, labels. But they also started digitizing sculptures, where they would scan the sculptures in 3D. But there was no way for people to actually enjoy that in 3D and look around it. So they made cardboard as a way to help people enjoy 3D sculpture. Make the highest end productions for a huge variety of customers, basically ranging from either... In game formats. Nou, we zijn hier in de YouTube-vol. We zijn met de kids er tussenuit hier in een skiwinkeltje, hè?
paraplu. Heb je het gezien, hé? Hier hebben ze allemaal skilers en rolschaatsen. Nee, doe het maar niet, jongen. Doe het maar niet. Mooi, Lucilla. Mooi. Ja. Wil jij die ook aan? Wil jij die ook aan? Met je mooie... Dat zou ik naar mijn hand. Ja, grappig, hè? Ik heb een mooie bikini. Dit is geen bikini. Het is voor je hoofd. Maar dan voor kleinere veters en voor jouw voetjes, zie. Kun je ook met de skilers. Lijkt je dat leuk? Ja? Moet papa maar eerst eens even leren, hè? Net als schaatsen, maar dan iets anders. Kijk, en hier komen we op de schaatsbaan. Aan het kunstschaatsen zijn dat. En kunstschaatsen. Mooi hoor. Doe aan. Kom maar. Nou, we zoeken overal een podium. Mooi hoor. Boem, ik zie het. Ga je mee? Gewoon een rondje verder lopen. Ze vinden dit veel te leuk. Vind je dat leuk bij het vuurtje zitten? Lekker warm, hè? Ja. Lekker warm. Kijk eens. Hier kan je kijken hoe iedereen doet schaatsen. Zie je dat? Dan heb je een mooi overzicht. Nee. Even bij het skicafé kijken. Kijk, skicafé. Kijk, dat is een skibaan. Zie je dat? Dat is een skibaan. Dat is leuk. Dan kan je mooi kijken. Aan twee kanten. Daar heb je de schaatsbaan. En daar heb je de skibaan. Dat ziet er leuk uit. En hoe gek. Ben ik bij de kartbaan aan het kijken? Zit hier op de trap? Nou, we zijn hier een leuk spelletje aan het spelen. Memory. Op een lekkere chillbaan. Dezelfde. Ja, dat zijn dezelfde. Goed zo, Luan. Dezelfde toch? Ja, dat zijn dezelfde. Hartstikke goed. Waar is de tekening? Ja. Dat is gezellig. Nou, we zitten hier in een standje van Oostenrijk. Kijk. De kinderen zitten te kijken naar de televisie. Hoe ze straks net echt moeten gaan skiën, jongens. Zien jullie dat? Daar gaan we ook een keertje heen, hè, naar Oostenrijk. Gaan we echt skiën. Waar zijn we nou dan? Waar zijn we nou? In een klimhal, Luan. En heb je dat gezien daar? Helemaal bovenin. Kijk, ze hebben hier op een hele hoge klimhal. Zullen we een keertje met papa hier gaan klimmen? Ja? Ik weet wat voor papa thuis is, hè. Misschien doen we dat een ander dagje dan. Hé, hey, Luis, heb je hier ook een kinderhoek? Dat is leuk. Mooi, Lucilla. Kijk eens, Luan, die gaat klimmen. Wauw, wat goed van jou, Luan. Nou, we zouden dus eigenlijk vandaag gaan klimmen, maar Daniels meeting in YouTube, de YouTube gebeuren in Amsterdam liep uit. Dus hij belde mij dat we dus waarschijnlijk een andere keer gaan klimmen. Dat gaat vandaag dus niet gebeuren, maar ik dacht, ik ga wel even een kijkje nemen. De kinderen vinden het in ieder geval wel heel erg leuk en het ziet er ook super leuk uit. Maar we gaan dus even met de vieren gaan we een andere dag klimmen. Want dat wordt hem vandaag niet meer. Maar goed, de kinderen vinden het wel leuk om hier even te spelen. Wauw, Luan. Wat goed. Ik denk dat jij echt een hele goede klimmer wordt, hoor. Hé, hey, dat ziet er heel goed uit, mijn jongen. Ja, en dan trek je naar boven, dan zet je hier je voet op. Heel goed, en dan ga je weer naar boven. Ja, mama heeft je vast. Goed hoor. Goed zo, Silla. Oh, Luan, wat ben je al hoog. Zo. Oeh, knap hoor. Oh, vind je dat ook zo leuk hier? Dus de ene keer is het terwijl ze onder stroom staan, de andere keer is het terwijl ze worden gespoten door de brandweerslang en dan weer iets. En mensen kunnen zelf achterlaten wat de volgende omstandigheden zijn. Het is 11:45. Ik ben weer met de trein veilig terug in Den Haag. Nu nog een stukje met de trein. En dan ben ik rond 12:30
weer thuis in de camper. Het was een toffe dag. Tof dat je erbij was. Vond je het nou gaaf? Doe je onder de blauwe neus omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Zeg, staan lekker en tot morgen. Ik vind het echt eng. En de lab zit erop. En mama is alweer veilig. Oh, ja. Mama is voor de lab al eruit gestapt. Goed zo, mama. Heel wijs. Daniel is aan de buurt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het gewoon een beetje eng. Het is niet echt, waar ga je? Nummer 14 het is. Nummer 14. Doeg. Daniel gaat nu. Dus ik ga eens even kijken. Blijf zitten. Dus ik ga even kijken waar Daniel gaat, maar het is niet echt mijn ding. Dat harde race en zo, dat laat maar meer aan Daniel over. Echte vlogger. Race met een vlogstok. Ja. Nou, ik had het ook geprobeerd, maar ik moet je zeggen, het is niet echt fijn sturen met zo'n vlogstok hoor. Nee, spierballen hè.